Wij zijn het Flevo Ensemble. Een paar jaar geleden zijn wij ontstaan eigenlijk vanuit de wens om de vele professionele muzici die hier in Flevoland woonachtig zijn te verenigen en te laten spelen in hun eigen provincie. Toen ik hier kwam wonen en me een beetje ging oriënteren, hier wonen dan wel veel professionele muzici, maar die gaan allemaal over de brug om naar hun werk te gaan. En eigenlijk is er in de provincie Flevoland niet zo heel erg veel muziek. We hebben als Flevo Ensemble dus een aantal keer hier in Oosterwold verschillende concerten gegeven. En dat beviel zo goed, ook bij het publiek en ook bij de spelers, dat we vonden, maar dit moet niet alleen in Almere blijven, maar dat moet gewoon de hele polder gaan bestrijken. En we hadden bedacht, we willen aan het eind van het jaar een Klap op de Vuurpijl concert organiseren als groot feestelijk uitsmijter van het jaar. Dus ook echt muzikaal feestelijk concert. En dat zagen we toen ook eigenlijk als eerste aftrap van ons zelfstandig zijn als ensemble. En dat kost gewoon geld. Dus vandaar dat we dachten, we betrekken de groegemeente erbij. En we gaan crowdfunden. We wisten van tevoren dat als we het goed zouden doen bij de achterban, de veel particuliere donateurs zouden geld geven, dan zou onder andere provincie Flevoland vanzelf bijdragen. Het is ook een morele steun die heel fijn is. Ja, we merken met het Flevo Ensemble ook echt dat het een meerwaarde is voor hier. Veel mensen hebben een reactie geplaatst. Iemand schrijft, meer cultuur in Flevoland gebeurt niet vanzelf. En ik ben heel blij dat het Flevo Ensemble opgestart wordt. Dus dan word je ook heel erg bemoedigd van mensen zijn blij mee dat we dit aan het doen zijn. En ze zitten er eigenlijk op te wachten. En dit had Flevoland nodig, schrijft hier een volgend iemand. Er zitten mensen op ons te wachten. Dat. In de buurt. Ze hoeven dus niet naar Amsterdam of naar Utrecht of naar Friesland. Maar ze kunnen gewoon hier dicht bij huis meemaken.